rijst gekookt en bonen gerukt. Echt heel veel. Ik heb gewoon een hele pak rijst opgemaakt en de bonenmix verdeeld. Maar ik heb wel veel te weinig bonenmix voor rijst. Hier zit helemaal niks in. En in deze drie zit een klein beetje. En hier zit wel gewoon normaal hoeveelheid in. Dit ga ik nu opeten. En dit voor later. Ik dacht, dan heb ik tenminste wat in de kast. Wil je zo van eten? Nee. Avondeten, of weet ik wel. Dan doe ik het nog niet zo slecht, hè, met het eten. Nou zie je hoe het ook al. En dan allemaal poten heb gedaan. Hoe suf is dat? En dat ik dus een challenge niet heb gehad. Ik denk dat het komt omdat ik gisteren in de pauze een boodschaplijstje aan het maken was. Van alles wat ik eigenlijk op een week wil kopen. Ik heb het niet waar ik dat heb gedaan. Gewoon toen ik zin had en allemaal dingen. Maar dat heb ik dus gebroken. Super vaag. Ik ga bal spelen. Het is donderdag. Dat is onze laatste schooldag van de week. En ik heb sinds deze week geen baantje meer. Want het was te veel met school. Ik had geen één dag vrij in de week met mijn opgewerkt erbij. Dus nu wil ik morgenochtend vrij. Normaal moet ik dan morgenochtend om 6 uur mijn bed uit. En nu hoeft dat niet. Dus ik ga naar school. Want er is altijd eigenlijk een donderdagavond wel een feestje of iets op school. Ik moet je eigen drank meenemen. En ik heb nog een fles drank in mijn koelkast staan. En ik weet dat ik hem niet heb opgenoemd bij het begin. Maar ik ga een beetje vals spelen. Die keurken. Hallo! Wat is echt leeg beeld ooit. Zo, de dames zijn blij. Ik heb een hele goede dreven, maar ik denk dat die keur is dood. Ik heb de kamer staan. Om de kinderen. Ik denk niet dat ik het eerst had. Hiervoor moet je pas, hier, door dit moet je maar 10 euro per week eten. Ja, ik heb. Mogelijk bij de hele fles op. Wat je vindt over budgettering is. alles valt of staat bij het daden van een haai. Let op. Oh. Heel knap. Budgetteren, kun je leren. Wat ik wil zeggen, een tip van Jasmijn. Kijk altijd. Nee, kijk altijd de camera, dat is psychologisch. Oh, maar dat moet ik wel even. Wacht even, waar moet ik dan even kijken? Dit is een daar. Dit is een rondje staart. Ik kan mijn vinger heel goed leggen. Die zegt ze erom later. Ja, ik ga een tip van Jasmijn van Arkel. Zo heet zij. Hier, dit is van Arkel. Ja. Film altijd. Nee, vlog. Vlog. Altijd van boven achterbij mooier. Ja. Dus moet je die nieuws voorstellen hoe lelijk ik eigenlijk. Ik zo denk je, oh. Best leuke meid, ja. Blauwe ogen, hartstikke leuk. Ja, ik heb ook niet mij nou, hè, maar oké. Okay, ja, hey. En zo. Op! Ik nou ben. Goed, ik ben erg blij met mijn zonde. Hallo, ik dacht dat je je zonde ging noemen. Nee, dat is ook wel wijn. Ik wil wel wijn. Zit zonde. Oh ja, dat vroeg ik dus net. Ik wil wijn. Ja, dat is zonde. Heel, ik haat wijn. Ja, kom voor. Ik wil wijn. Hé, hey, Marjolein? Jasmijn? Ja. Komt dit in de blog? Misschien, wie weet. Ja, ik vind er wel leuke stukjes van je voorkomen. Ja. Vooral op mijn, wat zei ik nou versproken net? Kaas. Jasmijn? Kaas. Ja, ik wilde ook een slimme wijsheid geven, maar ik had dat niet meer. Huh? Behalve, drink wijn als je je kut voelt. Jullie, hè? Wat doe je? Drink wijn als je kut. De prijsvraag van deze week. Wat is het Latijnse woord voor zeeschildpad? Wie dat raadt, dat weet ik. Krijgt 10 euro van Jasmijn. Om deze moet je wel een week challengen, 10 euro. Ja, dan moet je voor een week gaan. Dat vind ik wel een leuke. Ja. Jij hebt nu een week op 10 euro. Het is wel leuk als je dat, als iemand dat woord voor zeeschildpad raadt, krijgt hij 10 euro van jou, maar dan moet hij ook op die 10 euro leven en daarover vloggen. Ja. Ik kan en gewoon zelf naar... niet opzoeken op Google, dat heb ik in de gaten. Dat maakt me zeggen, ik ben gewoon naar Google Translate gaan. Ja, maar ik ben, dat wist je niet, maar ik ben Messias. Dus ik heb het meteen door wanneer je iets op Google opzoekt. Nou, en waarom dit dus in deze challenge video staat, is omdat dit een onderliggende reden heeft. Ik was aan het vertellen waarom dit een waarom dit in deze video moest. Oh ja, ik wil nog even zeggen, ik heb het echt. Super, knetterdomme vriendinnen. Echt gewoon. Ik maak nooit vrienden, maar, dus je kan mij niet. Maar ik hou echt zoveel van ze. Oh, sorry! Oh, kijk, ik ken dat geluid. Ik weet dat dit filmpje erin moest. Nee! Nee, oké, ik heb echt iets te vertellen. Nee, ik heb echt
dus van de gejat, waardoor het niet telt voor de challenge, ja. Maar ik wel koffie had. Goedemorgen. Ik vind het wel heel grappig. Ik ga naar mijn moeder toe, maar het is natuurlijk vals spelen als ik daar gewoon met u mee mag eten. En alles mag eten wat ik wil, want een hele kast staat vol en dan is de challenge eigenlijk maar 5 dagen. Dus ik neem mijn eigen eten mee.